Mensen, het is een paar minuten over 10. Dus we lopen nu al achter op het schema. Ik voel mezelf af en toe een koe die te lang op stal gestaan heeft, dartelt in de wei en doet alsof er niks aan de hand is. Het is een beetje een duiventil vandaag. Mensen vliegen in, komen wat later, zijn er niet of moeten wat eerder weg. Doet uw microfoon het daar of niet? Want ik had niet het idee dat hij deed. Niet dat u het nog een keer... Er moet een knopje indrukken. Maar het klopt allemaal. Ja. Ja, is er geen knopje? Nee. Oh. Als u hier gaat staan, ja, het is een beetje uit de hoogte, daar hou ik niet zo van. Ja, u kan natuurlijk op een tafel gaan staan, maar dan bent u uit de hoogte. Peter, je moet ook even de zijkanten doen, want mensen pakken vaak het spreekgestoelte vast. Ja, maar dat is... Ja. Snap je? Zo, ja. Ja. Ik ben zeer verheugd met de mooie opstap, zodat ik als 50-plusser goed op het podium kon komen. Dank, voorzitter. En ik was ook blij met het trappetje, want ik dacht dat het voor mij ook was vanwege de hakken en de rok. Maar toen bedacht ik me dat ik ook 50-plus was. Dus de opmerking klopte van de heer Baks. Maar sorry. Je zou het niet zeggen. Nee, dank, voorzitter. Ja, dat is maar gewoon, meneer Braam, het spreekgestoelte wacht op u. Het is eventjes wat een dilemma hier, want er staat eten klaar. Of we hebben straks verpieterd eten, ik weet ook niet waarom het nu al klaar staat. Nou, als we doorgaan, dan zeg ik dat het nog moet wachten. Wacht. Kunnen we kiezen tussen nog even doorgaan, want we zijn met een half uurtje hiermee klaar. Laten we doorgaan. Ja, dat even wachten nou gewoon. Anders kunt u rustig hier voor komen zitten, dan neemt u het even van me over. Dat is de verkeerde. Waar is de griffier? Zijn we nu? Ja, die zou toch tot 6 uur blijven. Ik heb het wel eens vergeleken met een dans die je met z'n tweeën maakt. En moet je wel allebei dezelfde dans doen, dan wordt het ook een puinhoop. Als ik de wal sta te dansen en jij de tango, dan wordt het ook niks. En we zien elkaar op woensdag 22 september. En ik wens u dus een zonnig en gezond en prettig, rustig zomerreces toen. Ik sluit de vergadering.